Breda Nu. Je weet het meteen. Door de regen leek Breda Drijft letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. Gelukkig brak de zon nog door en dobberde zondag ruim 2700 mensen op de singels van Breda. Ja, het is de vierde keer dat Bootje Varen Breda Drijft organiseert. Maar wat drijft jullie nou om zo'n evenement te organiseren? Nou, eigenlijk in beginsel de simpelheid van dit evenement. Als je nu om je heen kijkt, al die opblaasbootjes met mensen erin en een blikje bier. Dat is eigenlijk het briljante aan dit concept. Meer hebben ze niet nodig. Het is leuk dat er nog muziek is en artiesten zijn, maar eigenlijk is het dobberen al fantastisch. Hoe vind je het hier vandaag op Breda Drijft? Leuk. Lekker weer, leuke mensen, leuke muziek, alles. Bier, de bankjes, alles. Muziek, gewoon gezellig. Ja, jullie hebben hier ook 8 barren, maar willen het concept verder uitbreiden. Op welke manier doen jullie dat? Nou, eigenlijk proberen we steeds meer podiums neer te zetten, artiesten, gekke dingen op het water. Nu worden er bijvoorbeeld 500 pizza's uitgedeeld aan de mensen, gewoon gratis, om gewoon even zo'n momentje van gekheid te creëren. Straks bij Strand Binnen hebben we ook weer allerlei artiesten staan. Dus we proberen gewoon steeds weer met vernieuwende dingen te komen. Ja, wat vinden jullie van Breda Drijft? Nou, super leuk! Ja, en nat. Het is gewoon heel origineel. Waar heb je dit nou ergens anders? Ik ken het ergens anders. Ja, jullie willen het record van 350 boten op het water verbreken. Er zijn 2700 tickets verkocht, dus je zou zeggen dat dat makkelijk gaat lukken. Hoe denken jullie daar zelf over? Het is iets spannender geworden door de regen, want er zijn best wel wat mensen niet opkomen dagen. Maar als ik nu in het water kijk, dan denk ik dat we het met gemak gaan halen. Breda Nu. Je weet het meteen.